ben weer lekker aan de waterkant. Het is een tijdje geleden dat ik weer een videootje heb gepost. Ondertussen had ik wel gevist natuurlijk. Ik heb hier en daar wat gevangen. En niet echt iets bijzonders. Af en toe 50ers. Ik heb ze op de video staan. Die ga ik in deze video ook tussendoor even delen met jullie met live aanbeten. Maar vandaag ga ik het gewoon weer proberen. Met mijn nieuwe hengel. Met de Kinetic Seabass Light Game. 2,70 meter. Werpgewicht van max 35 gram. En uiteraard mijn nieuwe molen, Daiwa Surte 2016. De 3012H. En uiteraard mijn favoriete kunstaas van Savage Gear. Dit soort modellen. Ik zal ook gelijk, voordat ik begin te werpen, een beetje een assortiment van mijn kunstaas laten zien. Ik heb altijd van alle kleuren een beetje wat. Maar mijn favoriet is gewoon geel-wit. En uiteraard helemaal wit. Maar het water is een beetje troebel. Dus ik gebruik toch wat andere kleuren op het moment. Meer groen, weet je dat chartreus. En dit soort bruin, rood met veel glitters. Ik heb nu 10 gramtje erop. Stroomt aardig. Maar later in de video's ga ik nog uitleggen waarom ik juist heel licht vis in de harde stromingen. Dus blijf kijken. Ik ga gauw een worpje doen. En hopen dat we er wat leuks vangen. Hij is weer weg. Nou, ga gauw verder vissen. Wat een beuk zeg. Goh. Thank you.
Ik heb een kort sessie gehad van ongeveer een uurtje. Ik vond het weer hartstikke leuk. Ik heb 3 baarzen kunnen vangen. Dus ik ga weer lekker vroeg mijn bed in en morgenochtend weer lekker op stap. Maar voordat we het video afsluiten wil ik het toch even over mijn kunstaas hebben. Waarom ik nou heel licht vis. Want ik vis met 7 gram. 10 gram. 12 gram. En dan zit ik max wat ik gebruik, maar dan ook echt het maximale. Dat is 16 gram. Verder kom ik ook, ja, zelden, maar heel vaak niet. Heel vaak niet. Max 16 gram. Waarom ik dat nou doe? Dat heeft 1 reden. Ik probeer ervoor te zorgen dat ik een hele lange zweefmoment heb met mijn shad, met mijn kunstaas. Of het nou een twister is of een shad. Dus tegen de stroming in, proberen ongeveer in een hoek van 30 graden rechts van je al eigenlijk op de bodem te komen. Dus je moet echt up tight, ver tegen de stroming in. In deze hoek ongeveer 30 graden. De bodem en vanaf dat punt en het liefst eigenlijk laten gaan, dus niet meer met je molen draaien, alleen een beetje bij corrigeren. Dus bodem, je gaat met de stroming mee, je voelt een steentje en een beetje bij corrigeren en dat tot een hoek van 45 graden links van je. Als je dat op de juiste manier doet, dan heb je soms wel eens een zweefmoment van 60 seconden. Dat houdt ook in gelijk dat je gewoon meer kans hebt om een aanbeet te krijgen. Je hoeft ze niet ver te zoeken. Gebruik geen zware loodkopjes omdat je 80 meter wil werpen. Want daar zitten ze niet. Ze zitten voor je neus. Dus daarom met lichte loodkopjes probeer de kantjes over de steen met de stromen mee te vissen. Dus dat wou ik nog even uitleggen. En in mijn verdere video's gaan we nog meer in details in kleuren. Wat we gebruiken in troepelwater, wat we gebruiken als het mistig is. Dus, maar daar, in die details gaan we nog later in. Ik zou zeggen, mochten jullie nog vragen hebben, kijk dan gewoon op zeehengelsport.nl. En laat een reactie achter. Ik zal geheid reageren. Dus ik wil zeggen, fijne avond allemaal. Bedankt voor het kijken weer. Tot de volgende keer.